Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Meneer de premier, mijn eerste gedacht toen ik de maatregelen van de expertengroep doornam was: is dit een grap? Want deze Vivaldi-regering heeft ons en de bevolking maandenlang laten wachten op een rapport van een zogenaamde expertengroep. En dat allemaal omdat deze regering zelf niet capabel is om koopkrachtversterkende maatregelen te nemen. Georges-Louis Boucher van de MR heeft u vanochtend nog een prutser genoemd. En als ik kijk naar de inhoud van dat rapport, dan zie ik maatregelen zoals 100 km per uur rijden op de snelwegen, groene investeringen promoten, de BTW op energie binnenkort terug verhogen. Dat zijn allemaal maatregelen die onze bevolking geen meters vooruit helpen. Het is echt wel stoverij op Belgische wijze overgoten met een groen sausje. Want die expertengroep lijkt wel een bende groene rakkers te zijn wiens partij van dezelfde kleur de pen heeft vastgehouden. Ik lees bijvoorbeeld niets over structurele hervormingen van lasten waarbij mensen meer netto moeten overhouden. Wat we moeten doen om de inflatie die hoger is dan elders moeten opdrogen, om te vermijden dat we terechtkomen in een loonprijsspiraal. Wat we nu moeten doen om de koopkracht onmiddellijk te laten stijgen. U heeft het probleem altijd ontkend om het dan door te schuiven naar een expertengroep dat uiteindelijk op een sisser is uitgedraaid. We hebben kostbare tijd verloren. Daarom mijn vragen, premier, zet u de samenwerking met deze expertengroep stop en gaat u van een wit blad beginnen, samen met uw groot leger van kabinetarissen, om maatregelen uit te werken die duidelijk wel het verschil maken op vlak van koopkracht. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Meneer Alexander, u heeft maandenlang de bevolking voor de gek gehouden met een zogenaamde expertengroep die in een andere wereld leeft en waardeloze rapporten schrijft. Weet u wat ik doe met dat rapport? Dat doe ik daarmee, premier, want het is niets waard. Denkt u nu echt dat de mensen een winkelkar kunnen vullen door trager te rijden op de autosnelweg, groene investeringen te promoten en de BTW op energie opnieuw te laten stijgen? U doet niets terwijl het water van de mensen aan de lippen staat. Ze trekken het gewoon niet meer. En dat komt allemaal omdat uw regering niet overeenkomt en omdat u geen rosse cent in de kas heeft om echte maatregelen te nemen die de koopkracht moeten versterken. En dat allemaal omdat het Belgische systeem zo rot is als wekenoude appelmoes. Verdorie, premier, doe eens iets voor de bevolking. En Boucher heeft voor één keer gelijk. U bent een prutser. Dank u wel.